Als de Amsterdamse politie in een persbericht over een inval in een disco zegt dat uit eigen observatie en informatie is gebleken dat er in harddrugs als ecstasy en cocaïne wordt gehandeld, bedoelt men dan dat dit in een onderzoek is duidelijk geworden? Of moet het letterlijker genomen worden en betekent het dat de recherche het zo goed weet omdat men er zelf slikt, snuift en dealt? Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en zich vanavond afvraagt of de politie de neus niet letterlijk te veel in verkeerde zaken steekt. Uit dit geheime dossier van het bureau interne onderzoeken van de Amsterdamse politie blijkt dat die vraag meer dan gerechtvaardigd is. De Amsterdamse politie weet misschien wel zoveel van drugs omdat een gedeelte het zelf gebruikt en verspreidt. Daarover straks meer in ons onthullende dossier. Nu eerst aandacht voor wat de Schiedammer Parkmoord is gaan heten. Enkele weken geleden hebben wij daar een extra lange uitzending aan gewijd met de vraag of de tot 18 jaar cel en tbs veroordeelde Vlaardinger Kees B. wel echt de dader was. Volgens een rapport van rechtspsycholoog professor Dr. Peter van Koppen moet dat zeer betwijfeld worden. De uitzending leidde tot verrassende nieuwe informatie. Op 22 juni 2000 wordt Schiedam opgeschrikt door een afschuwelijke kindermoord. In het drukbezochte Beatrixpark vallen de 10-jarige Nienke Kleijs en haar 1 jaar oudere vriendje Michael ten prooi aan een lustmoordenaar. Nienke overleeft het drama niet. Michael weet door zich dood te houden te ontsnappen aan hetzelfde gruwelijke lot. Al snel komt de Vlaardinger Kees B. bij de politie als verdachte in beeld. Hij is pedofiel en was als getuige in de buurt van de plaats delict aanwezig. En later bekent Kees B. zelfs de moord. Deze bekentenis trekt hij echter direct weer in. Die zou onder zware druk van de politie zijn afgelegd. Maar justitie is ervan overtuigd dat hij de kindermoord heeft gepleegd. Ook de rechtbank en het gerechtshof denken daar zo over, want Kees B. wordt tot 2 maal toe veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs. Toch zijn er merkwaardige en nog altijd onopgehelderde aspecten aan de zaak. Zo voldoet de zwaarlijvige Kees B. in de verste verte niet aan het signalement dat ooggetuige Michael van de bleke, pokdalige moordenaar had gegeven. En er is op de plaats delict geen enkel technisch spoor van Kees B. gevonden. Zijn DNA komt niet overeen met het erfelijk materiaal dat op het laarsje en onder de nagels van Nienke is aangetroffen. Dat is van een nog altijd onbekend mannelijk persoon. In eerdere uitzendingen besteden wij uitgebreid aandacht aan deze zaak. Onze laatste uitzending stond in het teken van de bevindingen van professor Peter van Koppen. Die had de Schiedammer Parkmoord onderworpen aan een grondige rechtspsychologische reconstructie. Zijn conclusies liegen er niet om. Er is volgens hem nauwelijks een tijdlijn denkbaar waarin B. het misdrijf kan hebben gepleegd. En B. heeft volgens hem destijds een door de politie gevoerde valse bekentenis afgelegd. De kans dat B. onschuldig is lijkt volgens de rechtspsycholoog groter dan dat hij de dader is. Het rapport van Van Koppen, dat tegenwoordig ook in boekvorm verkrijgbaar is, is vernietigend voor politie en justitie. Een van zijn grootste punten van kritiek is dat de politie zich heeft blind gestaard op Kees B. Alles wat in een andere richting wees dan hem is volgens de professor hetzij niet onderzocht, hetzij niet gepresenteerd aan de rechter. Kees B. kwam als verdachte bij de politie in beeld omdat het de recherche net iets te toevallig was dat uitgerekend hij, een pedofiel, bij de plaats delict aanwezig was. Maar hij was niet de enige. Wie ook in de buurt van de plaats delict was, is taxichauffeur Hans Franken. Hij stond op het moment dat Michael zwaar gewond uit de struiken tevoorschijn kwam
vlakbij op het bruggetje. Op dat moment kwam Kees B. juist aanfietsen. B. stopte en belde de politie. In onze uitzending van 22 april 2001... had Peter een interview met deze Hans Franken als getuige van de moord. Ik stond bij een brug. Brug B noemen we dat nu. Daar was ik aan het kijken, gewoon naar het water. Dat ik ineens een hoorde van... Meneer, help mij, help mij. En ik zag ineens, toen ik rechtuit voor me keek... een jongetje aankomen. Hans Franken heeft, toen hij op het bruggetje stond... naar eigen zeggen helemaal niets gezien of gehoord van het misdrijf... en ook de dader niet uit de struiken zien komen. Na deze uitzending werd duidelijk dat Kees B. beslist niet de enige pedofiel was... die zich ten tijde van de moord vlak bij de plaats delict bevond. Want uitgerekend ook deze Hans Franken werd herkend als pedofiel. Diverse jongens hebben na de uitzending verklaard... dat zij pedofiele ervaringen met hem hadden opgedaan. Peter confronteerde Hans Franken daar toen mee. U liet ze pornofilms zien. U verrichtte seksuele handeling. Pakte ze zelf. Ja, maar ze waren bij u in huis. Ja. U vond het goed. Nou, als u portefeuille hadden genomen met al uw geld erin... dan had u toch ook gezegd dat mag niet? Natuurlijk. Ja, nou dan. Dat hoort dan toch ook als een pornoband pakken en dat gaan zitten bekijken. En u gaat zelf seksuele handelingen doen bij uzelf. Kan u toch niet zeggen, ja, dat deden ze zelf. Dat is toch een smoes dan? Nee. Net als Kees B. was dus ook Hans Franken bij de plaats delict aanwezig. En net als Kees B. was ook deze Hans Franken een pedofiel. Maar er is ook een verschil. De omgeving van Kees B. achtte B. nauwelijks in staat... tot het plegen van deze gruwelijke kindermoord. Hij is weliswaar pedofiel, maar benaderde kinderen nooit agressief. Maar de omgeving van Hans Franken... die is niet zo zeker over hun familielid. Dat blijkt als wij na onze laatste uitzending... over het rapport van Van Koppen worden benaderd... door de broer en zus van deze man. Zij stellen zich goed te kunnen vinden in de conclusie van Van Koppen... dat de recherche zich heeft blind gestaard op Kees B... en geen oog had voor een mogelijke andere dader. Zij melden nu dat zij 2 weken na de moord... op eigen initiatief naar de Schiedamse recherche zijn gestapt... om de politie te wijzen op het dubieuze verleden. Zij hielden er zelfs ernstig rekening mee... dat hij wat met de moord op Nienke Kleijs te maken kon hebben... Maar hier leek bij de politie nauwelijks belangstelling voor te zijn... en de afgelegde verklaring van de familie Franken is niet eens opgenomen in het dossier. U bent 2 weken na de moord op Nienke bent u naar de politie in Schiedam gegaan. Waarvoor was dat? Nou, het gevoel over het geinde, daar zat ik al 14 dagen mee... dat ik het pedofiele verleden van mijn broer kon. En hij was er als getuige bij geweest. Nee. Ik kon niet meer slapen. Ik leed de dag en nacht wakker van. Als het ware. Ik had ook problemen op mijn werk. Heel de dag eraan denken. Want jongen, jongen, jongen. En u vertrouwde het niet? Ik vertrouwde het niet. Hmm. En wat zei men op het bureau toen u daarmee aankwam? Ja, jongen, jongen, jongen. Je een broer aangeven, dat is nogal wat. Het is een broer. Ik zei, ja, dat... Ik zeg, stel je voor die het gedaan hebt. Ik zeg, dan is het voor mij geen broer meer. Dan is hij net einder als een ander. Ze hebben jullie hem wel goed verhoord. En wat zeiden ze toen? Ja, we hebben hem wel een beetje verhoord. En hij kwam toch wel over als dat hij er niets mee te maken had. Hoe zou u de seksuele geaardheid van uw broer omschrijven? Nou, Hans, die was al van jonge leeftijd al, wist hem al dat hij pedofiel was. En daaronder ook in huis nog erg... agressief. En mijn ouders zeiden altijd, als die er was, jongens, pas op met de kleine kinderen voor hem. Ik ben er altijd voor gewaarschuwd. Hoe vond u dat hij zich na de moord gedroeg? Heel vreemd. Waar uitte zich dat in? In zijn gedrag. Hij was heel, heel nerveus. Zo kende ik Hans eigenlijk niet. Hans kwam eigenlijk altijd heel brutaal over.
Maar op dat moment, ja... Hij heeft een klap gehad met iets wat wij niet konden verklaren. En hij is daar dus geleidelijk al heel erg naar beneden gezakt. Ja. Sprak hij wel eens over Nienke of Michael, het jongetje? Over het jongetje heel minder, over het meisje des te meer. Want daar had hij toch wel meelijden mee. Hm. Hoe uitte zich dat? Ja, dat hij het heel zielig vond, eigenlijk. Heel zielig. En ja, hij heeft dus eigenlijk dingen om zich heen gezet... waarvan ik dacht van, waarom zet jij dat neer? Dus ook, dat bepaalde dus ook met die foto die hij thuis op zijn televisie had gezet. Had een foto van Nienke op de televisie thuis staan? Ja, op de televisie thuis, ja. En dat vond u merkwaardig? Ja, vind ik heel vreemd. Want dat past niet helemaal bij zijn persoonlijkheid? Nee, absoluut niet. Is uw broer nog wel eens terug geweest naar de plaats waar het allemaal is gebeurd? Hij is meerdere keren terug geweest. Hij is de dag daarna is hij terug geweest. En daarna is hij nog eens een paar keer geweest. En toen heeft hij tegen me verteld dat de bosjes weg waren... en dat de bank verplaatst was. Is hij ook op de begrafenis geweest van Nienke? Ja, hij heeft tegen mij verteld dat hij op de begrafenis is geweest. En terwijl ik eigenlijk tegen hem zei van... jij mocht daar toch helemaal niet komen? Dat was toch gezegd dat het uitsluitend voor familieleden was... en kinderen van die school. Maar hij is toch geweest. Hmm. Hij is toch gaan kijken. Zelfs toen Hans Franke na de moord op Nienke psychisch hard achteruit ging... en op 30 september 2002, ruim 2 jaar na het misdrijf... zelfmoord pleegde zonder een brief achter te laten... vormde dat voor justitie geen aanleiding om nader te laten onderzoeken... of deze man misschien toch meer wist van de moord op Nienke Kleis. Uw broer heeft zelfmoord gepleegd. Wat was uw eerste gedachte toen u dat nieuws hoorde? Ik was er eigenlijk helemaal niet verbaasd over. Waarom niet? Ik denk dat hij geen uitweg meer heeft gevonden. Heeft u de indruk dat uw broer een groot geheim mee in zijn graf heeft genomen? Ja, denk ik wel. Ja. En misschien wel met het praten wat ik bij mij heb gedaan... dat hij misschien aan de ene kant heeft gedacht van... als ze goed naar me geluisterd heeft, dan moet ze iets weten. Hij heeft een paar signalen afgegeven. Een paar signalen afgegeven, ja. Absoluut. Opmerkelijke omstandigheden dus rond deze Hans Franken. Als we in verband met deze uitzending schriftelijk contact opnemen met Justitie Rotterdam, meldt Justitie, zonder dat daardoor ons naar is gevraagd, dat Franken vrijwillig DNA heeft afgestaan en dat dat niet matcht bij de sporen die bij Nienke zijn aangetroffen. Kennelijk is dat nu opeens een ontlastend feit. En dat is merkwaardig, want voor Kees B. ging die vlieger niet op. Ook B. heeft vrijwillig DNA afgestaan... en ook zijn DNA matchte niet met deze sporen. En hoewel kort na de moord dus eigenlijk meer in de richting van deze Hans Franken wees dan Kees B., werd niet Franken, maar B. verdacht van de moord. En uiteindelijk zelfs veroordeeld tot een van de zwaarste straffen die in Nederland mogelijk is. Maar het verhaal wordt nog vreemder als we worden gewezen op de persoon H. Ook dit is een pedofiel uit de regio waar de moord zich heeft afgespeeld. De als agressief bekendstaande H heeft een relatie gehad met Hans Franken. Ze trokken een periode samen op. In tegenstelling tot Kees B. heeft deze H een omvangrijk strafblad... en dan vooral op het gebied van ontucht met kinderen. Meerdere personen, onder wie notabene een politieman... hebben de recherche na de moord op Nienke Kleis getipt over deze H... Maar ook in deze tip leek de recherche nauwelijks geïnteresseerd. Want Kees B. was toen al vol als verdachte in beeld. Na H. lijkt dan ook nauwelijks onderzoek te zijn verricht. En dat terwijl niet alleen zijn strafrechtelijk verleden de aanleiding toegaf. Want net als met Hans Franken is het ook met deze H. bergafwaarts gegaan. Zijn laatste woonadres was hier, aan de Oldguns Plaatweg in Rotterdam. Daar mag hij zich in verband met een straatverbod echter niet meer vertonen.
leidt momenteel een zwervend bestaan langs opvanghuizen voor drugsverslaafden in Rotterdam. De advocaat van Kees B., meester Jack Takema uit Rotterdam, heeft ons laten weten zeer ontstemd te zijn over het feit dat de melding van de familie van Hans Franke op geen enkele manier in het politiedossier is terug te vinden. Het bevestigt dat alles wat kon duiden op een mogelijk andere dader steeds gewoon is genegeerd, aldus meester Takema. De advocaat zegt verder dat het hem altijd heeft bevreemd dat Franke op het tijdstip van de moord langdurig rondhing bij de plaats delict, maar nadien weinig tot niets bruikbaars te melden had. Hij hoopt dan ook dat kijkers van ons programma misschien nieuwe informatie kunnen aandragen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Na de reclame ziet u ons onthullende dossier over het drugsgebruik bij de Amsterdamse politie. En dat leidt soms tot onverkwikkelijke toestanden. Zoals een gedrogeerde brigadier die de Kalverstraat niet eens meer kan vinden. Tot zometeen. Harddrugs zijn in ons land verboden. Wie smokkelt, handelt of gebruikt is strafbaar en krijgt de politie op zijn dak. Duidelijke zaak die nauwelijks betoog nodig heeft, zou je zeggen. Behalve in Amsterdam dan misschien, want daar ziet een aantal agenten dat allemaal niet zo scherp meer. Omdat ze zelf tijdens de dienst slikken, snuiven en dealen in harddrugs. En hoe maak je aan de bevolking duidelijk dat harddrugs niet kunnen als wetshandhavers zelf stoned zijn en de pillen op een politiebureau van hand tot hand gaan? Meer dan 200 politieagenten controleerden alle bezoekers op drugsbezit. Tientallen wikkels cocaïne en ruim 150 pillen dan wel buisjes met de partydrug GHB werden aangetroffen. 13 mensen zijn gearresteerd. Het horeca-interventieteam van de Amsterdamse politie, kortweg het HIT-team, sloeg vorige week hard toe in discotheek Escape. Iedereen die harddrugs bij zich had, werd aangepakt en de disco is sindsdien gesloten. De politie had al langer een vermoeden dat er hier veel drugs werden gebruikt en verhandeld. Tegenover het ANP verklaarde persvoorlichtster Ellie Floerax dat de politie uit eigen observatie en informatie wist dat er harddrugs als ecstasy en cocaïne worden gebruikt. En daar sloeg zij de spijker precies op zijn kop. Niet veel journalisten zullen hebben beseft hoe letterlijk haar woorden dit keer moeten worden genomen. Dit dossier laat de ontluisterende werkelijkheid zien achter het drugsbeleid van de Amsterdamse politie. Een opsporingsapparaat dat zelf snuift, slikt, dealt en verstrekt. Amsterdam. Bij de toerist bekend vanwege de grachten en de musea. Maar tot ergernis van de Nederlandse overheid, beroemd, maar vooral berucht vanwege het tolerante drugsbeleid. Want Amsterdam is bovenal drugshoofdstad van Europa. De gebruiker kan hier zijn hart ophalen in de talloze koffieshops of gewoon op de hoek van de straat. De laatste jaren is er echter een toenemende roep om een strenger drugsbeleid. Na de eenwording van Europa moeten Nederlandse politici zich steeds vaker in het buitenland verantwoorden voor wat er hier gaande is. Maar terwijl zij daar benadrukken dat drugsbestrijding bovenaan de politieke agenda staat, blijkt dat er aan de basis van alles mis is. Want het Amsterdamse korps heeft zelf een drugsprobleem. Agenten van het bureau Beurstraat, het voormalige bureau Warmoestraat op de Wallen, zouden juist voorop moeten lopen in drugsbestrijding. Maar uitgerekend de dienders in het epicentrum van de Amsterdamse drugscene blijken zelf gebruikers. Hoeveel politiemensen van het bureau Beurstraat gebruiken wel eens drugs? Ik denk ongeveer een kwart, maar dan voornamelijk onder de jongere collega's gezien. Dat is heel wat. Ja.
En om wat voor drugs gaat het dan? Ik weet dat heel veel collega's best wel regelmatig een jointje roken. En ik weet dat ook heel veel collega's als ze gaan stappen wel eens een ecstasypilletje nemen. En ik weet ook dat ze wel eens GHB gebruiken. Hoofdagente Antje trok enige tijd geleden aan de bel bij haar superieuren. En uit de verhoren van collega-politieagenten die volgden blijkt een onthutsende gang van zaken bij de Amsterdamse politie van het bureau Beurstraat. Wetsdienaars die de drugs zouden moeten bestrijden zijn wetsovertreders die zelf drugs gebruiken. Geen softdrugs, maar vrijwel uitsluitend harddrugs. Soms in hoeveelheden die een junk niet zouden misstaan. Als wij uitgingen in discotheken zagen we wel meerdere collega's van allerlei soorten. Dus van de recherche, van andere bureaus, van de uniformdienst, arrestantenbewaarders, noem het maar op. Die naar de kloten, zeg maar, in een discotheek stonden. En als je naar de kloten bent, dan is dat jargon voor... Je bent onder invloed van verdovende middelen. Dus dat je, ja... Gebruik van ecstasy, cocaïne, dat weet je op dat moment niet. Maar je kan het aan diegene aan het gelaat zien dat hij onder invloed is. Wat nu volgt is een reconstructie van een reeks opzienbarende voorvallen uit het officiële geheime politiedossier dat in ons bezit kwam. Het zijn de verklaringen van een tiental politiemensen die ruim een half jaar geleden op het matje werden geroepen bij het bureau interne onderzoeken van de Amsterdamse politie. Liefst 12 agenten van het politiebureau Beurstraat zijn naar aanleiding van dit onderzoek op non-actief gezet of ontslagen. In een house disco in Amsterdam-West staat een groepje jonge mensen. Het zijn collega's. Ze maken deel uit van een vast stapgroepje. Er wordt gedronken en, zoals veel bezoekers van deze gelegenheid, gebruiken de stappers ecstasy. Maar deze klanten zijn geen gewone bezoekers. Het zijn allemaal politieagenten van het bureau Beurstraat. En ze zijn ook niet bezig met een undercover-onderzoek om ongemerkt het drugsgebruik in de Amsterdamse horeca te bestuderen. Nee, ze zijn gewoon aan het stappen en slikken de harddrugs waar ze beroepshalve jacht op zouden moeten maken. Maar we gingen ook bijvoorbeeld naar housefeesten buiten Amsterdam. En van wie was die ecstasy dan die daar gebruikt werd? Had iedereen dat voor zichzelf bij zich of werd dat door iemand verstrekt? Nee, dat werd wel door iemand verstrekt, ja. Door een collega van het stapgroepje. In het dossier verklaart agente Danielle hoe zij bij het vaste stapgroepje van de politie terechtkwam. De groep waarmee ik uitging bestond al langer en ik weet dat ze al langer ecstasy gebruikten. Op een gegeven moment was de situatie zo dat het stapgroepje van mij wist dat ik ook wel eens een ecstasypil had geslikt. De harddrugs worden soms gewoon op de dansvloer gekocht. Zo blijkt verder uit de stukken. Ik had 2 pillen van een totaal onbekende jongen in de Powerzone gekocht voor 10 gulden per stuk. Aldus de politieagenten die dit rechtvaardigt met... Ik zag dat allemaal mensen om me heen uit hun dak gingen. Ze waren onder invloed van die pillen en wij wilden dat ook. Hoofdagente Jitske heeft 4 vrienden op bezoek, onder wie 2 collega's van het bureau Beurstraat. Op een gegeven moment legt een van hen een zak vol ecstasypillen op tafel. Helpt met tellen. De pillen worden verdeeld en Richard neemt de helft mee. In het vertrouwelijke dossier verklaart hoofdagente Jitske hierover... Naar wat ik mij herinner waren het 100 pillen. Ik vond het zwaar vervelend dat ze dat in mijn huis durfden te doen. Ik heb het idee dat ik ben meegesleept in het gebruik van ecstasy. In het herentoilet staat hoofdagent Bas te plassen. Na een poosje komt toevallig brierendier Jeroen, ook van het bureau Beurstraat, naast hem staan.
Jeroen heeft op dat moment dienst en maakt deel uit van het horeca-interventieteam van de politie, het zogenoemde HIT-team. Jeroen is dus net bezig met een drugsonderzoek onder de discobezoekers, net zoals afgelopen week in de Escape gebeurde. Hij merkt dat zijn collega naast hem zelf heeft gebruikt. Bas geeft het aarzelend toe en smeekt Jeroen er geen melding van te maken. Als een goede collega doet Jeroen net of zijn neus bloedt en gaat snel weer verder met wat de politie noemt het observeren en verzamelen van eigen informatie. In het dossier verklaart brigadier Jeroen over deze ontmoeting met de hoofdagent: ik zag dat hij stuiptrekkende bewegingen maakte met zijn kaak. Ik zag dat hij grote pupillen had. Maar de brigadier houdt het stil. Ik had er vertrouwen in dat hij het nooit meer zou doen. Ik ben er dus nooit meer naar de leiding gestapt. Brigadier Rob en zijn collega's Glenn en Danielle maken zich op om naar Dance Valley te gaan. Een groots housefeest in Spaarnwoude. Weer niet om er het drugsgebruik aan de kaak te stellen, maar juist om er buiten diensttijd lustig aan mee te doen. De rol van brigadier Rob is des te curieuzer. Hij is namelijk een diender die onlangs notabene nog een drugspreventieproject in Amsterdam heeft opgestart. Ook is hij als leraar verbonden aan het regionaal opleidingscentrum, het ROC, waar aankomende politiemensen worden opgeleid. Opeens haalt hij een zak met enkele tientallen ecstasypillen tevoorschijn en zegt tegen zijn collega's nu eindelijk te willen stoppen met slikken. Hij wil ze weggooien. Danielle vindt er nogal wat en pikt er snel twee in. Rob neemt dan de rest mee om die door de wc te spoelen. Maar of hij echt kan stoppen? Hoofdagent Glenn verklaart in het dossier: ik denk dat je van Rob wel kan zeggen dat hij verslaafd is. Ik heb Rob diverse malen gezien waarbij hij totaal van de wereld was. Maar ook in diensttijd kon Rob niet van de drugs afblijven, denken collega's. Hoofdagent Jitske zegt: ik vermoedde dat Rob tijdens zijn dienst als politieambtenaar onder invloed was van drugs. Brigadier Rob zelf ontkent drugsgebruik in diensttijd, maar erkent in het dossier wel zijn probleem. Ik heb het een lange periode niet in de hand kunnen houden. Hij gebruikte op een avond misschien 8 pillen. Het ging tegelijkertijd. Nou, wij gebruikten tenminste 1 pilletje op een avond. Ik denk als ik er 8 op dat moment had genomen dat ik hier niet meer zat. Maar dat ging van ecstasy tot cocaïne tot crackpijpjes roken. En dan denk ik, ja, dan ben je wel verslaafd. De politiemensen van het bureau Beurstraat hebben een gezellig weekendje in een bungalowpark georganiseerd. Maar direct de eerste avond al ontaart het uitstapje. Er wordt ecstasy gebruikt, er sneuvelt een ruit en in een baldadige bui spuit een agent met een brandblusser op een collega. Een politieman deelt het bad met 2 vrouwelijke collega's en na 2 dagen is het appartement volkomen uitgewoond. In het dossier verklaart een van de deelnemende agenten: toen ik de volgende dag in het huisje ging kijken waar de andere collega's waren opgebleven, trof ik een gigantische puinhoop aan. Er zijn wat vernielingen geweest in het huisje door ongelukken met een trap. Is door het raam heen gevallen en dus met een brandblusser gespoten. Dus je krijgt eigenlijk 2 groepen. De ene gebruikt wel ecstasy en de andere niet. En zo kwam het een beetje tegenover elkaar te staan. Dus de sfeer was eigenlijk niet echt prettig meer. Maar niettemin gingen er ook nog collega's met elkaar in het bad, begreep ik. Dat is ook gebeurd, ja. Maar of dat onder invloed van ecstasy was, dat was onder invloed van ecstasy. Maar of dat de reden was dat die met elkaar in bad gingen, weet ik niet. Ze moesten gewoon een wasbeurt hebben. Ja, dat. Nou, ik heb me wel. Brigadier Rob komt op bezoek bij zijn collega, hoofdagent Glenn. Hij heeft in een disco achter het paleis op de Dam van een vriend van de eigenaar
3 bolletjes cocaïne gekregen. Kennelijk is het normafwijkende gedrag van de politie goed bekend bij de horecabazen in de binnenstad. Om het spul eens te proberen heeft de brigadier in een souvenirshop een beestpijpje gekocht. Hoofdagent Glenn vindt het een goed idee om het bij hem thuis te testen. Brigadier Rob rookt de kok en legt aan Glenn uit wat hij voelt. En dit is niet de enige keer dat Rob bij een collega van het bureau Beurstraat thuis cocaïne beest. Zo blijkt uit het onthutsende politieverslag. Hoofdagent Jitske verklaart: opeens zag ik Rob met een pijpje in zijn hand op de bank zitten. Voor ik het eigenlijk goed en wel besefte, zag ik dat Rob de cocaïne wilde roken. Ik heb het wel toegestaan. Ik had inmiddels gehoord dat Rob het ook had geprobeerd bij Glenn en Antje thuis. Als de brigadier met deze verklaringen wordt geconfronteerd, blijkt dat hij een echte praktijkman wil zijn. Ik vond het wel interessant, omdat ik daarmee kon voelen wat een gebruiker voelt. Agent Marco heeft voor de 2e keer een fikse hoeveelheid GHB in een disco op de kop getikt. Het gaat om 300 milliliter die hij in een onopvallend flesje AA-drink bewaart. GHB, ook wel de rape-druk of vloeibare ecstasy, is een vrij nieuwe druk en staat bekend als uiterst gevaarlijk. In de kleedkamer deelt hij het met collega-agent Richard, die eerder ook al het spul bij hem had afgenomen. Oorspronkelijk is GHB een verdovingsmiddel voor olifanten. De gebruiker kan ervan in coma raken en er zijn al diverse mensen aan overleden. Maar het was de 2 agenten erg goed bevallen. De hoeveelheid harddrugs die hier in het politiebureau Beurstraat wordt verdeeld is genoeg voor 25 porties. Marco is voor een agent uit het centrum van Amsterdam niet al te snugger. Zo blijkt als de verhoorders hem vragen hoe hij in aanraking kwam met de levensgevaarlijke druk. Marco, ik had aan iemand gevraagd of het kwaad kon en die vertelde dat je het gewoon kon innemen. Verhoorder, vind je zelf niet dat het heel vreemd is dat een politieman zomaar iets uit een buisje gaat gebruiken waar de verkoper over zegt dat het vloeibare ecstasy is? Marco, hij zei dat het niet illegaal was. Daarom vind ik het niet vreemd. Brigadier Rob en hoofdagenten Mariska zijn op surveillance. Het valt Mariska op dat het Rob niet lukt om in te loggen in het MDT, de boordcomputer. Hij lijkt wel onder invloed van drugs. Onderweg krijgen ze dan een melding van een winkeldiefstal in de Kalverstraat, de bekendste straat van Amsterdam. Maar de brigadier heeft ineens geen idee meer waar dat is. Hij is letterlijk en figuurlijk de weg kwijt. Ondertussen wrijft brigadier Rob steeds over zijn gezicht en is er duidelijk niet bij. Hij laat Mariska, die nog maar een paar weken in Amsterdam werkt, vervolgens verkeerd rijden. Na een poosje zoeken vinden ze het gelukkig toch. Na de lunch rijdt Rob. Mariska wordt nu bang. Rob rijdt roekeloos. Hij neemt bochten verkeerd, trekt soms zomaar op en remt plotseling als er helemaal geen reden voor is. Na de dienst vraagt Rob of hij bij Mariska mag blijven slapen. Zij woont namelijk in Amsterdam en hij niet. Rob moet de volgende ochtend lesgeven aan leerlingagenten aan het regionaal opleidingscentrum, het ROC in Amsterdam, waar hij als oude rot in het vak aankomend agenten gaat vertellen hoe het allemaal in de praktijk werkt. Mariska vraagt hem of hij die dag ecstasy heeft gebruikt. Rob erkent dat hij maar liefst 3 pillen heeft geslikt.
Onderweg zegt Rob dat hij het jammer vindt dat hij geen ecstasy meer bij zich heeft. Hij stelt voor om bij een smartshop langs te gaan. Maar Mariska heeft daar geen zin in. Bij Mariska thuis roken de twee dan maar een jointje. Maar de politieagent heeft gelukkig ook nog wat cocaïne in huis liggen. Voor de goede orde, dit zijn politiefunctionarissen van wie verwacht wordt dat zij juist jacht maken op drugs. Ze legt een paar lijntjes en snuift ze door een rietje in haar neus. Tegenover de verhoorders ontkent Rob overigens dat hij ook coke heeft gesnoven. Dit komt omdat ik allergisch ben voor schoonmaakmiddelen, huisstofmijt en poezen. Ik weet dat cocaïne bijna altijd versneden wordt met schoonmaakmiddelen. Maar Mariska weet wel beter als ze over de avond na de laatste politie-kerstborrel verklaart. Rob kwam op een gegeven moment naar mij toe en zei dat hij iemand gevonden had die cocaïne had. Vervolgens hebben we met een limonaderietje beide een aantal lijntjes cocaïne van tafel opgesnoven. En nog steeds is er niemand binnen het Amsterdamse bureau Beurstraat die aan de bel trekt over het schokkende gedrag van deze dienders. Maar lang zal dat niet meer duren. Brigadier Rob en hoofdagenten Antje surveilleren in Amsterdam. En toen stopte die op een gegeven moment en toen haalde hij een zakje uit zijn politiejas. En toen zei hij van, dit zijn pilletjes, wil jij er ook een? En toen heeft hij me er nog een aangeboden ook. En toen heb ik gezegd of hij helemaal gek was geworden. Hij heeft dat toen wel ingenomen en we zijn met de politieauto verder gaan rijden. Antje verklaart in het dossier dat Rob, toen hij de pillen uit zijn dienstjas haalde, hij nog toevoegde: dat is de beste plek waar je dat kan bewaren. Niet lang daarna moet Rob stoppen. De drugs beginnen namelijk te werken en hij kan niet meer goed rijden. Rob ontkent dit hele voorval, maar voor Antje, zelf ook geen heilige, was het de druppel die de emmer deed overlopen. Toen zei hij tegen mij van, die pillen hakken er flink in. Wil jij voor de rest het stuur overnemen? Want ik kan niet meer auto rijden. Dat ging voor jou te ver? Dat ging voor mij te ver, ja. En daarom heb ik aan de bel getrokken. Omdat ik daar niet, ook voor mijn collega's, dat als ik het niet zou melden, dat ik gewoon bang was dat de situatie zou komen, dat ik dat de collega's in gevaar, door hem in gevaar komen. Erwin staat op het bureau te praten met brigadier Rob. Hij is hier om zijn vriendin hoofdagente Antje op te halen. Maar was de brigadier tegen het lijf gelopen die hij kent van het stapgroepje. Dan pakt Rob volgens Erwin een paar ecstasy-pillen uit zijn la. Rob schuift er, als gebaar van goede wil, eentje naar Erwin en steekt er zelf eentje in zijn mond. Rob ontkent dit voorval. Erwin heeft me later verteld dat Rob hem toen een ecstasypil wilde geven in het bureau. Zo van, hier, neem maar, of voor later. En dat heeft Erwin, mijn vriend, toen geweigerd. Want die zei toen tegen Rob, ben je helemaal gek geworden? Want ik sta in een politiebureau. En waar komt dat vandaan? En dat doe ik niet. Dus dat is wel gebeurd, ja. Uit het dossier komt naar voren dat de politiemensen van het bureau Beurstraat op allerlei manieren aan een portie harddrugs kwamen. Uit een aantal verklaringen blijkt dat brigadier Rob regelmatig ecstasy aan zijn collega's verkocht. Maar verder komt ook Antjes vriend Erwin in het dossier naar voren als een van de sleutelfiguren die de ecstasy verstrekte. Maar volgens hoofdagente Antje, die immers de klokkenluider is, gaat het om verklaringen van rancuneuze collega's. Dat wordt nu helemaal omgekeerd alsof mijn vriend de dealer was.
En dat ik de politie aan de drugs heb geholpen. Maar zo is dat natuurlijk helemaal niet. Zo is dat ook helemaal niet gegaan. Er wordt onder meer ook over gesproken dat je bij feesten een filmkokertje tussen je borsten zou hebben waar pilletjes in zaten. Zijn dat verzinsels? Ja, dat is absoluut verzonnen. Absoluut. Ik word ook afgeschilderd als... als een een of andere goedkope soulette die daar pillen loopt te dealen vanuit de borst. En dat zal ik natuurlijk nooit van mijn leven doen. Maar er zijn ook nog andere kanalen die de agenten van het bureau Buurstraat aanboren om aan drugs te komen. Zo blijkt uit het dossier. Brigadier Rob verklaart over een collega-agent. Ik denk dat Richard zijn ecstasygebruik niet in de hand heeft. Richard woont in Den Haag. Richard heeft mij verteld dat hij daar zelf zijn adres heeft. Ik weet dat Richard grote hoeveelheden kocht. En verderop zegt hij over een voorval met een andere collega. Mariska zei dat ze deze cocaïne van een vriend had gekregen en dat ze daar haar adresjes voor had. Hoofdagent Jitske verklaart over een dealer uit het Gooi bij wie haar collega's een drugs haalden en met wie Antje en haar vriend Erwin nogal close zouden zijn. Over hem kan ik u vertellen dat Antje mij verteld heeft dat hij een grote dealer is. Ze vertelde dat hij ook een keertje heeft vastgezeten voor zijn handel. Jouw vriend is wel met hem bevriend. Hij heeft ook zelf verklaard dat hij... Bevriend is een groot woord, maar ja. Nou ja, regelmatig contact heeft er plaatsgevonden. Mm-hmm. Dat heeft hij ook zelf verklaard. Ja. Is dat iets wat kan, vind jij? Als je politievrouw bent? Ja. Dan kan je vriend met iemand omgaan die... Die een drugsverleden heeft. Ja, vind ik wel. Ja. Ik kan niet mijn vriend verbieden om zijn vrienden niet meer te zien. Maar voor de agenten van het bureau Beurstraat is er een manier om nog veel makkelijker aan drugs te komen. Werden er wel eens pillen of andere verdovende middelen uit de drugsvoorraad gehaald die in beslag genomen was bij dealers of zaken in de buurt? Ik weet dat Rob dat deed, ja. Ik heb het hem ook een keer zien doen. Tenminste, ik heb het hem niet zien doen. Hij heeft een keertje, want toen waren we klaar met de dienst. En toen ben ik samen met hem op de fiets naar huis gegaan. En toen stopten we op een gegeven moment op de Dam. En toen zei hij, Antje, ik moet je wat laten zien. En toen zei ik, wat is er dan? Hij zegt, moet je kijken wat ik heb meegenomen. En toen had hij een hele zak ecstasypillen in zijn jas zitten. Hoeveel waren dat er ongeveer? 100, 150. Onthutsend is het om te vernemen hoe naïef er onder de agenten wordt gedacht over drugsgebruik. En die houding maakt de hele gang van zaken op het Amsterdamse bureau Buurstraat meteen een stuk duidelijker. Was het jullie nou duidelijk toen je bij de politie begon en daar aan het werk was dat het gebruik van ecstasy en andere drugs, ja, dat dat echt een ontolereerbaar was? Ik had niet verwacht dat ze er zo zwaar aan zouden tillen als dat er nu wordt gedaan. Omdat bijvoorbeeld een joint roken als politieagent, dat wordt gedoogd. Ecstasy dus wordt nu niet gedoogd. Een agent hoef je toch ook niet te vertellen dat je in de bebouwde kom geen 70 mag rijden. Het is toch ook zo dat als iets onder de opiumwet valt, dat je dan weet als agent, juist als agent, dat dat niet kan? Ja, dat ben ik met je eens. Het is natuurlijk strafbaar en het blijft een harddrugs. Alleen, ja. De wereld eromheen is geeft een beetje een ander beeld van dat het niet echt verboden is. Want als je bijvoorbeeld naar een housefeest gaat, dan mag je maximaal 3 pilletjes bij je hebben. Als ze dat bij je vinden, mag je gewoon doorlopen. Je kan pillen laten testen als je uitgaat. Noem maar op. Dus er wordt een beetje sfeer gekweekt dat het niet verboden is. Dat het gedoogd wordt. Dat het gedoogd wordt. Ja. Antje en Danielle zijn ontslagen. Naar aanleiding van het interne onderzoek is nog een 10-tal dienders van het bureau Beurstraat op non-actief gesteld. Maar of dit heeft geholpen is nog maar de vraag. Want vorige week werden opnieuw 3 Amsterdamse politiemensen op straat gezet wegens ecstasygebruik.
Nou, dat moet af en toe een gezellige boel zijn daar op deze Amsterdamse politiebureaus. Lijkt een sneeuwbal die niet is te stoppen. Ik ben benieuwd hoeveel agenten er zouden overblijven als iedereen eens onverwachts een drugstest zou moeten doen. Bij mij in de studio is de advocaat van de ontslagen hoofdagenten Antje aanwezig, meester Rob Meerman. Dag meneer Meerman. U bent zelf oud-politieman, advocaat geworden. Antje beweert dat ongeveer een kwart van het personeel van bureau Beurstraat wel eens drugs gebruikt. Dat is een enorm aantal. Komt u dat waarschijnlijk voor of is dat wat overdreven? Nou, als ik het dossier lees, en ook in aanleiding van de uitzending, dan komt men daar niet onwaarschijnlijk over. Dus... En is dat een probleem wat alleen aan de Beurstraat speelt? Nee, absoluut niet. Er zijn onlangs, heb je in de krant kunnen lezen, weer drie agenten buiten functie gesteld. En ik dacht dat die van een ander bureau waren. Hmm. Maar wat mij bekend is, niet ook ambtshalve, uit mijn praktijk natuurlijk, is het zo dat het niet alleen in de Beurstraat het geval is geweest. Dit is een Amsterdams probleem en misschien zelfs wel een landelijk probleem? Ik denk een Nederlands probleem, een landelijk probleem, ja. Hmm. De korpsleiding zegt nu dat drugsgebruik privé en in dienst volstrekt onverenigbaar is met de functie. Nou vraag ik, is dat anno 2003 nog wel vol te houden als je ervan uitgaat dat de nieuwe lichting politiemensen zijn opgegroeid in de discotheken? Ja, daar ben ik met u eens. Ik denk dat dat ook niet vol te houden is. Kijk, we hebben nu, ik noem het maar de pillengeneratie. Dat zijn dus vooral allemaal jonge politiemensen die inderdaad bij houseparties, disco's komen. En in mijn tijd, dat praat ik dan weer over 20 jaar geleden, dan hadden we meer de blow-generatie. Zijn we met hasjes opgevoed en er werd er ook gebloot. En ik denk dat als je dus structureel alles wil aanpakken wat een ecstasypil heeft genomen, mm-hmm, van jonge agenten, dan houden we niet veel meer over. Dan is de halve korf. Dan houden we niet veel meer over. Ja. Dat denk ik, ja. Uw cliënte die heeft aan de bel getrokken. Ja. Daardoor is die sneeuwbal gaan rollen. Ja. Vervolgens is zij zelf ontslagen. Ja. Zij vindt dat ze geslachtofferd is. Kunt u zich daarin vinden? Ja, kan ik me in vinden. Ze heeft Kat de bel aangebonden. Ze heeft inderdaad, die Rob heeft ze gezien dat hij tijdens diensttijd de ecstasy gebruikte. Ze is naar een vertrouwenspersoon gelopen. De vertrouwenspersoon heeft op een gegeven moment gezegd, we willen dat je naar de leiding gaat, anders doen wij het. Zij is dus min of meer gedwongen om naar de leiding te gaan. En toen is die sneeuwbal gaan rollen. Mm. En nou is ze zelf het slachtoffer geworden. Want deze Rob, die heeft toen ook, voordat ze hem aangaf, heeft hij tegen haar gezegd van, moet je goed luisteren, als je mij aangeeft, dan hang ik jezelf ook op. En dat is dus gebeurd. Ja. Ja. Antje is ontslagen, aantal anderen ook. Ja. Maar ook weer anderen die ook hebben toegegeven dat ze wel eens wat gebruikt of geslikt hebben, die zijn nog in dienst. Klopt. Is dat meten met twee maten? Ja, tuurlijk. Is inconsequent. Hmm. Kijk, als je, als het korps, dat korps gaat vanuit van een politieman, politievrouw moet integer zijn en dan moet je niet met twee maten gaan wegen. En als degene, ik weet uit het dossier dat er enkele mensen zijn die hebben toegegeven ook ecstasy of wat anders te hebben gebruikt. En die zijn nog in dienst, dan moet je ook zeggen van Eén lijn. Richting ook, moet het je staat ook een beetje haaks op die mededeling dat het volstrekt onverenigbaar is, hè, met de functie en niet getolereerd wordt. Ja. Eigenlijk moet het dus staan, het is enigszins onverenigbaar. Want enigszins. De een wordt wel ontslagen en de ander niet. Het is inconsequent beleid. Ik ben het u eens. Ja. Ik denk dat de politie gewoon duidelijk beleid moet voeren. En ook naar het korps toe. En moeten zeggen van, nou, als dit nog één keer voorkomt of wat dan ook, dan vlieg je er onmiddellijk uit. Ja. En degene wat dus nu aan de hand is, gewoon moeten gedogen. Want het is gewoon kapitaalvernietiging wat ze nu doen. Ja, want heel veel jonge politiemensen ontslagen, die dure opleidingen hebben gehad. Kapitaalvernietiging, ja. Absoluut. Duidelijk, dank u wel. Uiteraard hadden we naar aanleiding van deze reportage ook een paar pittige vragen voor de leiding van het Amsterdamse politiekorps. Ik heb ze voor een gesprek uitgenodigd hier in de studio. Maar kennelijk zat men daar niet echt op te wachten. Deze week kreeg ik via de fax antwoord van de korpsleiding. Ik lees daar even een stukje uit voor. Onlangs is er ophef ontstaan over de vriendschappelijke band die jij onderhield met Heineken-ontvoerder Cor van Hout.
van jouw nauwe, niet-zakelijke betrokkenheid bij iemand die als een grote crimineel bekend stond, neemt de korpsleiding, zoals je weet, afstand. En dat is de reden waarom de korpsleiding heeft besloten geen medewerking te verlenen aan jouw programma. Met vriendelijke groeten. Nou, een geestverruimend middeltje voor de korpsleiding kan misschien ook geen kwaad. Goed, tot zover dan onze reportage van vanavond, die ook de laatste is van dit seizoen. Een seizoen waarin ontzettend veel is gebeurd, waarin we mooie successen hebben geboekt en waarnaar u massaal heeft gekeken. Zeer bedankt daarvoor, want door uw tips, uw meedenken en uw medeleven zijn ernstige misdrijven mede opgelost. Er staan er echter ook nog vele open, waar we ook graag meer licht in willen brengen. En na de zomer ziet u ons daarom terug met een nieuwe reeks waarin we ouderwetse strijd aangaan met onrecht, willekeur, misstanden, onopgeloste misdrijven en gerechtelijke dwalingen. En als het nodig is, met behulp van de verborgen camera. Maar altijd helemaal drugsvrij. Ik wel, tenminste. Van de zomer wordt een aantal afleveringen herhaald. En op onze uitgebreide website www.peterrdevries.nl kunt u alle ontwikkelingen volgen. Kijk er eens op. Tot na de zomer en denk aan uw alibi.